Florian en Jurjen, welkom. We gaan vandaag het 30 Seconds Challenge doen. En de regels zijn eigenlijk heel simpel. Ik heb 7 topics voor jullie uitgekozen. Jullie moeten per onderwerp aangeven hoeveel antwoorden jullie denken te kunnen geven binnen 30 seconden. En bijvoorbeeld Florian, jij begint straks. Dan geef je wat aantallen, mag Jurjen, jij mag overbieden net zolang tot iemand zegt van jij mag het doen. Zullen we eerst beginnen met steen, papier, schaar? Wie als eerst mag beginnen? Ja, is goed. Eerste vraag, Florian. Ja. Hoeveel spelers uit de RKC-selectie kan je opnoemen? Makkelijk toch? 10? Ik zeg maar 10. 11. Geef me maar, ik ga niet in 30 seconden. Je moet voornaam, achternaam. Ja. Mag allebei. Mag alleen voornaam, mag alleen achternaam zijn. Nee, moet allebei toch? Maar nee, dat is toch makkelijk? Nee, mag. Oké. Okay. Mag ik? 3, 2, 1, begin. Mark Spenkeling. Wie is dat? Etienne Fase. Wie? Florian Jozefsson. Kevin Velida. Feuna Anita. Jurjen Gari. Roy Kuipers. Dat mag niet je eigen naam, toch? Dat Roy Kuipers. Ja. Ilias Bellassani. Je hebt 10 seconden. Dario van der Buijs. Sebbe Augustijn. Nee, je moet nog één. Hij had zijn eigen naam genoemd. Hij heeft nou 11. Joao Pereira. Nou, ja, nu. Kijk, nu. Was het op tijd? Ja, was op tijd. Hij is zijn eigen naam opgenoemd. Dat ook. Yo. Nee? Dat telt niet, toch? Je kan je eigen naam niet opnoemen. Daar heb ik een 1 extra gedaan, 12. Ja. Simpel. 1-0 voor jou. Florian, jij mag met de tweede vraag beginnen. Ja. Hoeveel dingen die geel zijn, kan je opnoemen? Even nadenken. Wauw. Denk. 8. 8? Denk. Hij mag hem. Ja, ik denk, neem maar. Hij mag hem nemen. Mag hem, ja? Tijd start nu. Banaan. Ananas. Dat is lastiger dan ik dacht hoor. Dat is geen geel. De zon. Is die geel? Ja, tuurlijk. ja. God, is mooi. Nog 5. Easy win. Nee, man. Nee? Nee. 3 maar. Was je aan wat nog meer dan? Een citroen. Dat is 4? Ja, ik. Ik moet antwoorden. Ik moet het antwoord niet te geven. Dat punt gaat naar mij, toch? Het gaat naar jou toe. Dankjewel. Dankjewel, Flo. Derde vraag, ik vind een voetbalvraag. Landen waar het WK voetbal heeft plaatsgevonden. Er heeft in totaal 19 landen plaatsgevonden. Dus je kan 19 als maximaal aantal geven. Moet ik zeggen of hij? Je mag beginnen. 2. En dan ga ik met 3. 4. Even kijken. Mag hij 5? Hij mag. Ja? Ja. 5 landen in 30 seconden. Ja. Begint nu. Rusland, Zuid-Korea, Brazil. Frankrijk, Qatar. Was dat? Ook in Engeland toch, volgens mij? Engeland. Engeland ook, Mexico, Duitsland. Mexico. Argentinië, Spanje, USA. Argentinië was het hele ophef, toch? Dat is lang geleden al. Ja, maar ik had erover gelezen. Jij wist het niet? Ik wil het een beetje spannend maken. Spannend maken. Ik wist het wel, maar ik wil het een beetje spannend maken. Anders is het niet leuk als ik dadelijk met 4-5-0 voor sta. Je was gewoon bang, je was bang. Je zou die blackout krijgen, ken je niet? Ben je ook naar het WK gekeken? Ja. Vond je ervan? Top man, voor een mooie WK. Veel verrassingen, goed voetbal. Terechte winnaar? Tuurlijk, ik had vanaf het begin al gezegd. Voorspeller hè? Ja, ik had gedacht Frankrijk man. En ik was voor Brazil. Maar uiteindelijk is het mooi voor Messi toch dat hij een WK pakt. Klopt. We gaan naar de volgende vraag, staat 2 en van Jurjen. Hoeveel instrumenten kan je opnoemen? Dat is wel mooi, toch, voor jou? Wie moet zeggen hij of jij? Jij mag als eerst beginnen. Ik zeg 4. Ik zeg 5. Denk, geef hem maar. Piano. Nee, je moet wachten. Wachten. Je hebt alleen maar piano. Allemaal piano.
Wat heb je dan? Drum? Tijdje begint. Nu. Piano, basgitaar, trommel, fluit, saxofoon. Goed op. Ja, die is goed. Dankjewel. Dankjewel, Flo. Ja, zal je nu pas opstaan? Ja, staat nu pas voorbij. Maar lekker gaat, man. Volgens mij word ik gebeld voor de winst. Ben je niet zo muzikaal, Florian? Jawel. Maar ik wilde hem even laten zweten, maar... Af het goed gedaan. Easy. Het staat 3-1 nu, hè? Je moet echt aan de bak. Oh, ja. Volgende is weer een voetbalvraag. Hoeveel hoofdtrainers uit de Eredivisie kan je opnoemen? Van nu, hè? Van nu. Gewoon van nu. Het seizoen. Ook die zijn ontslagen. Nee, alleen de hoofdtrainers. Ja. Dus alleen de actieve hoofdtrainers. Maar Fraser is net ontslagen, daarom. Dus die telt niet mee. Nee. Ik ken er niet zoveel, man. Dus ik zal zeggen 3. Ik zeg 5. Ja? Nee, man. Ik ken er niet zo. Nee, ja? Man. Ja? Je moet eigenlijk wel, hè? Eigenlijk om voor de winst te gaan. Hij gaat... Hij kent er 3, denk ik. Hoeveel zei je? 5. 5. Oké. Tijd begint nu. Alfred Schreuder. Die is geen trainer. Jozef Oosting. Arne Slot. Ruud van Nistelrooy. Nog eentje. Pascal Jansen. Heeft hij toch goed? 5. 4-1 al. Ja, ik heb eigenlijk al gewonnen. Dus eigenlijk zijn we klaar, maar... We gaan verder. We gaan verder. Volgende vraag. Dingen die je kan vinden in een spelersbus. Voetbalspelersbus. Dat ligt aan wat de spelers meenemen, toch? Maar alles wat je alles kan. Zijn. Alles. Mag van alles, ja, zijn. Alles zijn. Mag van alles zijn. Ik mag beginnen, toch? Ja. Moet ik het makkelijker voor je maken dat je een puntje scoort? Nee, hoeft niet. Ik zeg 3. 4 dingen. 4? Ja. Ik zeg 5. Ik zeg 6. Ik zeg 7. Dit mag gewoon nemen. 7? Ja. Ja. Begint die. Headphones, eten. Headphones eten, boek, iPad. Kiksen. Tijdschrift, shirts. Ja, dat was het. Ben je er al? 7. Ja. Heb toch een puntje gegund. Ja. Laatste vraag alweer. Hoeveel verschillende balsporten kan je opnoemen? 5. 6. Oké. Nee, maar. Ja. 6? Ik gun het je, man. Je staat toch al voor. Je staat toch al voor. 3. Begin maar. Handbal, voetbal, basketbal, honkbal. Ik zei 6, hè? 2. Basketbal. Balsport. Golven. Tel die? Nee. Dat is niet echt een balsport. Nee. Honkbal. Had je al gezegd? Oh, sorry. Je hebt pas 4, nog 5 seconden. 5 seconden. Thanks, man. Ja, is goed, zo. Blackout? Ja, man, even een blackout. Tennis. Tennis had ik gezegd, toch? Nee, ik had geen tennis. Had hij tennis? Nee, toch? Nee, geen tennis. Hockey? Ja. Nu kan je ook padel zeggen, je bent laatst geweest, toch? Ja, maar tennis, padel, ja. Toch nog een puntje gunt aan Florian. Ja. Dan heb ik toch jij gewonnen. Dankjewel. Gefeliciteerd. Goed gespeeld, man. Ik gun het je, man. Het is een mooie overwinning voor hem, want hij weet niet zoveel op het veld. Vandaag nog 2 keer gewonnen. Gisteren gewonnen, maar, vandaag. Maar met wie was je in de team? Ik was met jou. Oké. Okay. Maar vandaag en gisteren. Gisteren had je niet gewonnen, hè? Jawel. Oké. Geen probleem. Alsjeblieft.